Hoi, leuk te kijken naar weer een nieuwe video. Welkom bij deze boodschappen shopblog. Het is vandaag 1 januari, dus de allerbeste wensen voor 2023. En wij gaan natuurlijk dit jaar goed beginnen. Bij de meeste mensen is een gezondere levensstijl en gezondere gewoontes een van mijn voornemens voor het aankomende jaar. En daar gaan we natuurlijk gelijk mee beginnen. Ik heb namelijk een bestelling gedaan bij The Crisp en die leverde gewoon ook vandaag. Dus daar heb ik gretig gebruik van gemaakt. Ik probeer altijd op zondag de boodschap in huis te hebben voor aankomende week. En ik volg dan een weekprogrammaatje voor mezelf. Wat ik dan per dag ga eten. Ontbijt, lunch, diner, snacks, etc. Tijdens de feestdagen hou ik me daar natuurlijk niet heel erg streng aan. En heb ik eigenlijk een complete calorie tellen enzovoorts losgelaten. Nu wil ik er toch weer mee gaan beginnen. Want ik wil dit jaar echt stappen gaan maken in mijn gezondheid. En in ieder geval een veel lager BMI krijgen. Want dat is gewoon nodig voor mijn gezondheid. Zoals ik zei, heb ik bij The Crisp besteld. En heb ik eigenlijk daarnaast niet heel erg veel nodig. Bij het uitruimen van mijn koelkast vanmiddag kwam ik erachter dat mijn eieren over de datum waren. Dus dat moet ik nog even achteraan. En het is natuurlijk aankomende week nog steeds kerstvakantie. De kinderen komen de derde in de loop van de dag terug. Dus ik weet dat ik daar nog het een en ander voor wil gaan halen. Want ik heb niet heel erg veel snacks en zo voor hun. Maar ik vind het altijd leuk om in de kerstvakantie om met ze dan naar de supermarkt te gaan. Zodat ze zelf kunnen uitzoeken wat ze dan willen. Het was vandaag zoveel bij The Crisp. En ik zal onderin de beschrijving zetten wat we ongeveer per dag gaan eten. Zoals altijd wil ik jullie vragen in deze video een duimpje omhoog te geven. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op te houden te blijven van de video's die past. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Allemaal weer gezonde leuke dingetjes. Dit is een beetje het zuivelhoekje geworden. We hebben magere yoghurt, magere kwark en Griekse yoghurt en vanillevla. Ik denk dat vooral Brooke vindt het ook erg lekker, dus dat komt helemaal goed. We eten een keertje iets met spergieboontjes, daar heb ik een zakje van. Smeerkaas is natuurlijk altijd een favoriet en is mager beleg, dus dat is helemaal goed. Roomboter op de boterhammetjes, ijsbergsla. Italiaanse groentemix voor bij de pennen en Oosterse groentemix voor bij mijn wokschotel. Jongbelegen kaas op de boterhammetjes en slagersham. Ik heb nog salami en ik heb nog grillworst wat nog goed is. Dus als goed is komen we er wel. Tomatenblokjes voor bij de pennen dan. Dit is hamlappen. Ik weet even niet waarvoor we die nodig hebben, maar ik zal het onderin linken. De woksaus voor bij mijn wokgerecht. Posui, rucola, boerenkoolstampot. Een van de dingen die ik ook nog nodig heb is rookworst. De rookworsten van The Crisp vind ik niet lekker. Dus ik haal gewoon de Unox rookworst in huis. Dat moet ik nog even doen voor morgen. Ongezouten cashewnoten. Rauwkostsalade, komkommer en rauwkostsalade van Hollandse. Ik weet niet wat er hier dan precies zoveel in zit. Maar dit vind ik echt super fijn als extra vulling. Bijvoorbeeld op een boterham met kaas. Of op een boterham met zuivelspread. Of op een boterham met kipfilet. Doe je er gewoon extra van dit overheen. Je zou natuurlijk ook gewoon komkommer, tomaat, paprika zelf kunnen doen. Maar ik vind het wel erg makkelijk. Bieslook heb ik gehaald als kruiden. Zakje chips. Deze waren nu, ik geloof, in de aanbieding. Bij de Crisp. Dus ik heb de zeezout en de paprika. Om nog een klein beetje te kunnen blijven snacken. Sinaasappeltjes, courgette, komkommer. Dit is een hulppak rosbief heb ik ergens voor nodig. De kiwis. Aardappelschijfjes, bananen en gemengde koekjes. Gewoon zomaar voor een snackje, zeg maar. Ik denk als je er verschillende hebt, je hebt er zomaar één of twee. Dan heb je ook niet de neiging om het hele pak op te eten. Dit is de hoeveelheid fruit die ik nu nog over heb. Dus ik heb nog als kiwis nog twee peren en een zielige banaan. Dus dit is misschien niet voldoende als die kinderen ook terugkomen. Hoewel ik ook nog een zak appels heb zitten bedenken. En in de diepvries ligt nog genoeg zoals aardbeien, blauwe bessen enzovoorts. Kom je even kijken. Oké. Dus dit is alles wat we als goed is van de week gaan eten. Daarbij heb ik niet meegerekend dat we op zaterdag altijd gewoon nog steeds friet met snacks eten. Blijf ik ook gewoon doen. Want je moet ook gewoon een beetje blijven leven. En ik wil niet dat de kinderen zien dat ik dingen mezelf ontzeg omdat ik wil afvallen ofzo. En ik wil wel een goed voorbeeld geven daarin. Plus als ik gewoon maar één snack eet met een bordje friet. In plaats van twee dan drie snacks met twee bordjes friet. Dat valt voor hun niet op, per se. Maar het scheelt toch in een hoeveelheid calorieën. En daar maak je er gewoon ruimte voor.
Dat was het voor deze boodschappenshoplog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo was, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. Dat alles zet ik onder in de beschrijving neer wat we per dag gaan eten. En dan hoop ik jullie in de volgende video te zien. Bedankt voor het kijken en een fijn weekend. Doei doeg!